weer een nieuwe aflevering. Jawel, en we zitten voor deze aflevering nog altijd in Duitsland. Jawel, we zitten ongeveer een 30 minuutjes van de stad Chemnitz. En Chemnitz is eigenlijk de derde grootste stad van de provincie. Allee, provincies, zijn we die eigenlijk deelstaten. Deelstaat Sachsen heet dat hier. En dat is een stad met toch wel een rare geschiedenis. In de zin van in de tijd dat het de DDR was, dus Oost- en West-Duitsland. Je weet wel, als je ooit geschiedenis hebt gekregen op school, zou je dat waarschijnlijk nog ergens herinneren. Dan werd die stad zo een keer veranderd van naam. Ja, Karl-Marx-stad hebben ze dat dan plots genoemd. Ja, oké, goed, zo weet je, waarom niet? Alles veranderen, bedoeld. En ja, dan met de val van het IJzeren Gordijn, dus dat werd Duitsland één geheel. Dus Oost-West werd dan samen Duitsland, zoals het dus ook nu is nog altijd. Dan hebben ze eigenlijk die naam terug maar Chemnitz genoemd. Ja, waarom niet? Hè? Dus wel dankzij een referendum. Dus de mensen hebben dat wel ook voor gekozen en gestemd. Dus ja, vlakbij deze stad hebben wij hier een merkwaardig park eigenlijk. Ja, het lijkt zo'n beetje een spa. Heel toeristisch. Hotels. Ja, heel proper. Kijk, eentjes en zo. En dan achter mij een urbex locatie. Jawel. Het is 8 uur, we zijn nu vrij vroeg bij en het loopt hier al vol met mensen. Dat is ongelooflijk, ja. Ik dacht van, we gaan eens goed beginnen. Nee. Dus je bent hier niet alleen. Maar ik hoop dat we wel alleen zijn binnen in het gebouw. Dus dat we geen pottenkijkers hebben of geen mensen die ons gaan lastigvallen. Het schijnt ook een theaterzaal zijn. Je doet al zoiets met stoeltjes en een podium natuurlijk. En er zou ook iets zijn met, zo'n die sminkruimtjes, waar de artiesten zich kunnen opmaken. En ook iets met een soort cirkelvormig ding, waar ook iets heel speciaals met gordijnen. Allee, in elk geval, dat hebben wij toch gezien op het internet dankzij Mr. Google. Dus we gaan even een kijkje nemen. Het is donker allemaal. Hier dus de hoofdingang. De vestiair. Oké, naast het theaterzaaltje zouden hier ook wat kamers moeten zijn met stoelen en spiegeltjes. Er staat misschien niet veel voor als ik dat zo hoort, maar ook een zaal met een camera. Een camera. Een projecteur. Die is weg, denk ik. Weg.
Dus voor een projector. Kijk. Deze is verdwenen. Meerdere eenheden. Hier zijn we op het topniveau. Bovenste dak dus, allee, bovenste verdieping aan het dak. We hebben nog een biljart. Of iets soortgelijks. Ik denk niet dat we hier die ruimte gaan vinden met die tafeltjes. We hebben ons een klein beetje voorbereid natuurlijk. Een beetje weten van wat krijgen we allemaal te zien. Het is ook niet bij de deur. Dat is toch een beetje de moeite, ik weet het, ja. Het is een beetje zeuren, dan zijn we minder verrast. En sneller teleurgesteld natuurlijk. Maar ik heb een foto gezien, verschillende foto's. Met zaaltjes, met schattige spiegeltjes. Gelijk om te zeggen, maar dat het, ja, de artiesten zich opmaken. Voorlopig nergens te zien. En veel kamers, kijk, kamers. Allemaal kamers. Misschien toch een soort verblijf. Die we zochten. De wintertuin, ja. En die is ook effectief op een boom opgevallen. En kijk, zwaar in verval. Ze zit gelijk met de foto's van op Google. Oeh, wat een groot contrast. Ja. Goed, maar we konden het zien op Google Earth. Konden we zien van ja, er is nog een ovaal. En dat is dus de linkerkant van het gebouw ten opzichte van de hoofdingang. Dus dat is deze maar. Kijk, zoals ik zei, hoe meer dat je verwacht, hoe meer dat je je voorbereidt en denkt van ik ga dat zien, hoe groter de teleurstelling. Dus, Amai, wat was dat? Ik vond het wel spannend. Kijk, dat is dan die wintertuin. Ja, dat rondding zeg maar. Hé, wat was spannend en echt wel bijzonder, want dit is nu een echt urbex theater. Indrukwekkend groot, mooi, zot gebouw. Echt waar. Ja, maar de urbex-waarde is wat aan het dalen. Ja, helaas. Maar wel een hele mooie, leuke verkenning. Dus moest je hier in de buurt zitten van Chemnitz in Duitsland, zeker erbij nemen.
veel. Je bent over.